Welkom in het kloppend hart van onze energiebrouwerij. Het klopt nog niet, want de stekker staat nog niet aan. Dus we hebben nog geen stroom, we zijn nog bezig. Ik begin met de windmolen, misschien raar in de kelder. De windmolen die we langs de A16 gaan bouwen, hebben 3,5 kilometer kabel zit eraan. Die komt hier boven, bij het bovengebouw zeg maar, dat is het elektriciteitshok, komt die kabel binnen. Daar hebben we zelf een middenspanning en een laagspanningsruimte. Daar kunnen we met die stroom heel veel leuke dingen doen die we zelf willen. Waaronder warmte maken. En we hebben een Enexus-hok gebouwd. En in de Enexus-hok zit de verbinding zeg maar, met het openbaar net die naar het dorpsplein gaat. Dus vanuit die ketel kunnen we zeggen van we gaan de wijk voeden. En dan zie je daar aan die kant twee buizen die gaan de kelder uit. En die zijn met de wijk verbonden. Hier tussen die pompen in zie je daar twee buizen. Dus heel dat systeem zeg maar, is hierop aangesloten. Marktstraat, Hoofdstraat, Ratenstraat en een deel van de Molenstraat. Maar ook de volgende fase die we nu aan moeten leggen. Fase 3 bij de haven, bij de Marktpoort. Dat is ook voor ons fase 1, maar die moeten we nog gaan maken. Ondertussen zijn we ook bezig op het E-veld. De verbinding met het E-veld deze kant op, dat laat ook nog even op zich wachten. Omdat er moet nog iets met een dijk gebeuren in te rijden. En de Molenstraat moet iets mee gebeuren. En dus we gaan straks het E-veld voorzien met een tijdelijke installatie. En later zal die er aan vastgekoppeld worden. Middels de Molenstraat, Schapenboog, het Lageweg. En dan naar het E-veld. Ik ben blij, want ik ben natuurlijk super blij. Mensen zijn blij, maar wat vindt de tech eigenlijk een beetje van? Wil de tech iets vinden? Ja, de tech vindt het helemaal fantastisch. Nou, dit is natuurlijk dus echt de eerste concrete mijlpaal. Want we hebben heel veel gepraat, sowieso om te beginnen. Maar er is ook heel veel georganiseerd, geregeld. Er zijn flink al vrijwilligers, maar ook heel veel professionals. Hè. Jij en je mensen, erg hard gewerkt om nu te zorgen dat er echt iets gaat gebeuren. En dat is natuurlijk, ja, we kunnen lang praten, maar doen is mooier. Gaan we gewoon doen. Ja. Ja. Onze molen concreet wordt gebouwd vanaf 10 oktober, 11 oktober als dat een maandag is. Met elkaar gevecht, goed met data. In ieder geval in die weken, dan gaat het ongeveer 2-3 weken duren voor die staat. 2 weken. En dan is het nog 2 weken om de dingen aan te krijgen. En dan gaan we echt brouwen. Dan brouwen we warmte met onze eigen elektriciteit van de Noord. Onze eigen installatie. En als je bij Sander bent geweest net in de rondleiding, dan heb je ook een beetje kunnen kijken hoe dat werkt dan. Wie er niet gedaan heeft, volgens mij is het goed om even te gaan kijken. De deur gaat ook dicht, straks klaar. Kan nooit meer opgaan, gaan we lopen met nu voor ons. Het wordt al warm en gevaarlijk, hoge spanning, hoge temperaturen. En voordat we het doen, gaan we even kijken wat de gemeente er nou van vindt. Jurgen. Ja, goedemiddag allemaal, Jurgen Vissers, wethouder van onder andere duurzaamheid en energie in de gemeente Dremmelen. En het Trijns Energiecollectief had een aantal jaren geleden natuurlijk een super ambitieus plan en liep voorop met dingen waarvan heel veel mensen toen nog dachten, moet het allemaal nou wel? Is het nou allemaal wel nodig dat we het anders gaan doen? En nu in 2022 zien we volgens mij met de energiecrisis die er is dat de tech goed nagedacht had over wat men wilde gaan doen. En dan is het ook extra mooi dat nu, hè, in die crisis waar we in zitten, dit moment met het brouwen van warmte, dat er echt duurzame warmte door het dorp te rijden gaat lopen. Ik zeg altijd, en dan kijk ik Sander altijd aan, het zijn de Galliërs. Het zijn de Galliërs van Brabant. Beneden. Oh, hij is beneden nu. Het zijn de Galliërs van Brabant die ambities hebben. En nou ja, met deze stap volgens mij laten jullie zien dat je er volle bak voor gaat. En ik ben daar vanuit de gemeente trots op. Wij proberen ook te helpen waar dat kan en waar dat mag. Soms is er eens een gerechtelijke uitspraak die het allemaal wat moeilijker maakt. Maar ja, een plan als dit, wat zoveel omvat, kan ook niet in één keer goed gaan. Realiseren we ons met elkaar. Maar vanuit de gemeente blijven we de support en de steun geven die nodig is. Omdat wij ook een opgave hebben om de hele gemeente van het aardgas af te gaan krijgen. En daar is dit een eerste mooie duurzame stap in. Ja. Ja. Staan we dan op onze kelder, onze eigen energiekelder, voor ons energiehuis, ons fantastisch huis. Een jaar of 5 geleden zijn we eraan gaan werken met het idee, we gaan warmte leveren voor te rijden, voor het hele dorp. En nu is het zover. Hier staan de installaties in, daar komt de molen binnen, hier vertrekken de pijpen het dorp in om aan jullie warmte te leveren. Vanaf vandaag, voor de komende 25 jaar, lekkere, duurzame, eigen warmte van eigen bodem, speciaal voor jullie gemaakt, op deze plek. En wil je weten hoe het zit? Loop maar eens even mee. Levensgevaar, hier binnen. Maar hier binnen gebeurt er iets heel moois. Dit is waar onze hoog middenspanning naar binnen komt. Dit eerste stukje
Hier komt de kabel van de molen, die dus 3,5 kilometer verderop staat, komt die naar binnen. En in dit rek gaan we de elektriciteit verdelen. En van die stroom die dus met de molen gemaakt wordt, via dit rek gaan we warmte maken. Nou, daarachterin maken we niet alleen maar hoogspanning en middenspanning, 10.000 volt. We maken ook lagere voltages van voor het lokale gebruik hier op de brouwerijterrein. Voor onze lampen, voor de brouwketels, voor de warmtepompen straks. Dat gebeurt allemaal hier achterin. Nou, kijk, we hebben dus stroom. En die stroom, daar gaan we iets mee doen. Want de stroom hebben jullie natuurlijk niet heel veel aan als je op zoek bent naar warmte. Die warmte gaan we maken. En kom eens even mee kijken, want dat gebeurt niet hier. Ergens anders. We gaan het hoekje om. Oké, mensen. Dit is where the magic happens. En heel specifiek, echt heel specifiek, in dit ding. Dit is uniek. Hier zijn er maar een paar van in Nederland. Ik denk zelfs pas de tweede. En wat dit ding is, is eigenlijk heel simpel. Dus wat je thuis ook hebt, je gewoon je waterkoker, je stopt de stekker erin en na een paar minuten komt er kokend water uit. Wij doen dat ook en we doen dat als volgt. Daarboven, de kabel die van de molen komt, die we zojuist gezien hebben, die komt hier weer verder. Dat zijn die rode dikke kabels, drie kabels, die gaan daar onze ketel in. En als je hier binnen kijkt, hier zijn ze ook. En dat zijn elektronen en die elektronen die warmen het water op. Echt precies hetzelfde, maar dan in het groot. Als wat je thuis hebt in je waterkoker. Wat hieruit komt, en het komt hieruit, is water van pak een beetje 70 graden. En die 70 graden water, die hebben we nodig om de huizen straks optimaal te kunnen verwarmen in het hele dorp. Wat er gebeurt, is door die pijp gaat die water naar een warmtewisselaar. In de warmtewisselaar wordt het water afgegeven aan het systeem van ons opslagvat. Dus dit is zeg maar één stukje van onze energiebrouwerij, hier is waar we die warmte maken. Vervolgens, vanaf die warmtewisselaar, dit blauwe ding, gaat het water door die pompen die je daar ziet, dus deze distributiepompen die op het terrein zelf zijn. Vanaf hier pompen we het water naar het opslagvat aan de andere kant van de energiebrouwerij. En dan laten we water gewoon lekker liggen tot jullie het echt nodig hebben. Dus er ligt gewoon een voorraad aan warmte, een voorraad aan warm water die we kunnen inzetten op het moment dat er vraag is. Als je gaat douchen of de verwarming aanzet, komt in eerste instantie uit dat opslagvat. En dan zit natuurlijk aan de verkeerde kant van de brouwerij, hè. Die moet weer terug. Dus er ligt weer een pijp terug. Die komt uiteindelijk komt die in deze pomp uit. Dit zijn onze distributiepompen. En deze pompen zorgen ervoor dat het warm water door de leidingen naar de woningen zelf gepompt gaat worden. Water uit het opslagvat, door de pomp. En hier vertrekt het leidingssysteem in op weg naar de woningen om die gewoon de hele komende 25 jaar dus te voorzien van goede warmte. Hier gebeurt het door één klein dingetje voor de liefhebber. Warm water zet uit. We hebben natuurlijk niet een constante temperatuur. De ene keer is 75 graden, de andere keer is 65 graden. De warmte wordt groter, wordt kleiner. Dat betekent allerlei fluctuaties. Net zoals je eigen cv-systeempje waar je thuis ook hebt hangen. Een expansievatje, nou hier staan ze. Maar dan voor ons iets groter. Dat gebeurt hier. En daarachter hebben we nog een warmwatervatje voor hier lokaal. Hè, de eerste opslag. Nou, dus we denken van, is dit alles? En is ook zo, dit is alles. Dus we hebben drie componenten. Een waterkoker, wat transportpompen naar de opslag. En transportpompen voor het dorp. Maar dat is niet alles. Dat is natuurlijk het mooie. Hè? We hebben hier een groot rood vak staan op de muur. En achter dat vak zit onze geheime gang. En die geheime gang wordt de doorgang naar een tweede kelder, dat weet je het vast, niks geheims meer aan. En in die tweede kelder gaan we straks warmtepompen bouwen. En het voordeel van een warmtepomp is dat je met één eenheid elektriciteit 3 à 4 eenheden warmte kunt maken. En dat is net iets anders dan deze ketel. Dat is natuurlijk onze robuuste backup. Hier maken we van één eenheid elektriciteit 1 eenheid warmte. Dat is niet zo efficiënt. Dit ding is er nu even om het komende jaar de eerste aangesloten van warmte te kunnen voorzien. Maar dat blijft hier ook staan en die gaat een andere rol vervullen in de tweede fase. Namelijk, dit is onze piekvoorziening, dus als het heel koud is en als er heel veel warmtevraag is. En als alles uitvalt, dan valt hij nog niet uit. Hij is zo robuust als maar zijn kan en die doet het dus altijd. Nou, wat we dus willen, dus in de tweede fase, waar de echte warmtevoorziening is, als we warmte dus uit de markt gaan halen en die warmte uit de markt die gaan we opwaarderen naar die 70 graden. Dat gebeurt in die warmtepompen. Dat willen we jullie ook graag laten zien. Maar daar moet je even geduld voor over hebben, want dat kan pas over een jaar gebeuren. Voor de laatste keer, hij staat ook hier open, dat is het deurtje. Als je hem in wil kijken, dat is je laatste kans. Doe hem dicht en dan gaat die jongen voor jullie fantastisch werken de komende 25 jaar. Ketel aan en met z'n allen op dat warmtenet nou.